Hij snapt het tenminste. Hij doet de background muziek doet hij goed. Ik kan hem goed verstaan. Yo gamers, mijn naam is Stefan. Leuk je te kijken naar deze gloednieuwe aflevering van mij op Max kanaal, oftewel ADHD Power. Max is niet ziek. Nou, althans, hij was er afgelopen paar dagen niet op school, maar ik denk gewoon dat hij weer beter is. Maar zijn laptop is gewoon weer kapot, oftewel... Ja, zijn laptop is gewoon weer stuk. Ik weet niet waar het aan ligt. In ieder geval, Max heeft aan mij gevraagd. Van, yo, Stefan, mijn kanaal is weer... Of mijn kanaal. Mijn kanaal is stuk. Maar, mijn laptop is er kapot, is er stuk. Zou je misschien een video voor me willen opnemen op mijn kanaal? Toen zei ik zo net van, yo, Max, wat wil je liefst dat ik ga opnemen? Of wat wou je, zeg maar, gaan opnemen om binnenkort te gaan uploaden? Toen zei hij van, kanalen beoordelen. Gaan we maar kijken bij de vorige kanalen beoordelen, bij reacties. En pik daar gewoon 3 kanalen uit. Nou zit ik hier te kijken tussen de reacties. 21 reacties. Man, oh man, wat zijn er veel kanalen. Alright, goed. Ik heb dus 3 kanalen nu opgepikt. Ik heb gewoon inemine mutten gedaan. Nee, heb ik niet gedaan. Het zou echt gewoon een kutwerkje zijn. Maar ik heb 3 mensen... 3 kanalen heb ik gewoon opgepikt. En de eerste is Kelvin. Oké, ik maak nu echt gewoon een geintje van. Maakt niet uit. Kelvin, je logo en je banner passen al bij elkaar. Oké, mooi. Alleen, de banner is kaal. Letterlijk, je banner is kaal. Kijk bijvoorbeeld, kijk hè, bij Max. Kijk, dit heb Max. Weet je, logoetje, hier zo, of logo. Zijn kanaalnaam. En hier is een leuke hoofdie. En nog wat leuke dingetjes bij de achtergrond en zo. Maar vat het niet op als een belediging of als een aanval of zoiets. Maar je banner is wel een beetje kaal. Dus misschien wat leuks in je gezicht erbij. Of misschien iets anders waardoor het een beetje op gaat vullen. Waardoor mensen weten van, yo, dat is een kanaal. En dat is, ja, je banner is gewoon een visitekaartje. En als dat gewoon kut is, dan gaan mensen meteen weg. Maar je hebt 109 abonnees. Gaat de goede kant op. Ik ga een videootje kijken. Dat is een kanaaltrailer. Ik ben benieuwd wat dat is. En ik zou zeggen, gewoon laten we maar beginnen. Let's go. Moet ik wel eventjes een grote schermpje natuurlijk doen. I can't find my way back to you. Till you make amends with the demons you've been through. I can't regret leaving you alone. Oké, dit gewoon zeker meenemen. Oké. Luister eventjes. Ligt het nou aan mij? Of is het nou echt gewoon aan dit? Dit was wat Max in de vorige afleveringen zegt. Zet je background muziek wat zachter! We kunnen daar een parody maken, Max, van de zet je background muziek wat zachter als het zo doorgaat. Want ik hoor je echt gewoon totaal niet. Het is een beetje gemompel wat ik hoor. Dus bijvoorbeeld, je kan je geluid op het moment als je gaat praten iets lager zetten. Want dat merken we zo gauw niet. Behalve als we het 100 keer zien, dat is gewoon bij wijze van spreken. Maar we merken dat zo snel niet, dat je iets lager zet. Dus als je zeg maar gaat praten, iets lager zeggen, of iets lager zetten. En als je weer even stil bent, als er weer tekst op in beeld komt, wat... Je kan ook Minecraft bijvoorbeeld verwachten, dat je weer wat hoger zet. Dat is wel zo, dat zal wel wat beter zijn. Plus, wat toch wel leuk zou zijn als je bij Hurtworld de logo in beeld laat zien van Hurtworld. Dat zou nog wel wat leuker zijn, gelukkig geweest zijn. Maar oké, ik zou zeggen, let's go further. Staat hier op die berg. En de sowieso nog maar 1 dood. Hier, ik hoor geen 1 dood. Ja, het is 1 dood. Hij komt daar, man. Hier, precies hetzelfde. Ik hoor gepraat, maar ik weet niet wat diegene zegt. Dus nog, zet je background muziek wat zachter. Plus, ik zie hier gewoon 30 minuten of 30 seconden. 30 minuten, what the fuck? Even kijken. Hier, vanaf hier begint dit Hurtworld al. Bedoel je alleen maar Hurtworld of zoiets op je kanaal? Ik zit letterlijk gewoon meer dan 30 seconden naar deze shit te kijken. Shit, naar deze stukje te kijken. Doe je alleen maar... Hier, FIFA 16. Ga je niet meer spellen doen dan? Zo jongen, William. Ik kan het wel een beetje verstaan, maar niet echt helemaal gewoon goed. Hij zegt van, hey, ik kan hem goed verstaan. Kijk, weet je, Max zegt het ook zo vaak in zijn video's. Althans, bij het begin van de serie. Dan zegt hij ook van, doe je background muziek wat zachter.
Kijk, ik hoorde wel een beetje wat hij zei. Maar alsnog gewoon iets te lager zetten, weet je. Ik kan het echt super hoog zetten. Yo, kijk eens wat ik kan mijn background muziek zo hoog zetten dat jullie me niet horen. Maar ja, dus gewoon een tip voor de volgende keer. Achtergrondmuziek gewoon wat zachter neerzetten. Hoef je geluid... Kijk, laat me even uitleggen wat het nut van achtergrondmuziek is. Achtergrondmuziek is de bedoeling om, zeg maar, als je toch een klein beetje stil bent, of zeg maar, om zeg maar die stem van jou, of op de kwaliteit van de video, wat hoger te brengen. Het is niet leuk om elke keer, maar gewoon één geluid te horen. Dus bijvoorbeeld als ik nu deze zit te praten. Dus daarom is het leuk om een beetje aanvulling te doen, achtergrondmuziek dus. Om wat meer vrolijkheid in het muziek of in de video te doen. En we gaan nu beginnen. Ik wist het! Ik wist het! Hij heet Jari! Ik wist het! Snel terug! Hey Jari, bedankt! Yo, kijk eens naar JPA! Hey Jari, bedankt! Zie je? Ik wist het! Hij heet Jari! Yes! Alright, goed. Oké, ik krijg nu 5 euro van jou, want ik wist het. Nee hoor. Laten we in ieder geval eerst wat ik... moet ik wel gewoon weten hoe ze zijn naam heet. Maar ja, Jari. Jari, luister eventjes. Knul. Je banner... Ziet er tof uit. Je logo ziet er ook wel goed uit. Gewoon een jeetje. Lijkt net of je een duivel bent of zoiets. Zou wel leuk zijn. Ik ben bang dat ik alweer vandaag in de hel lig. Oké, in ieder geval. Jari, knul. Mooie banner. Kijk, dit is wel opvulling. Wat ik... Ja, Minecraft. Dus dan ga je misschien Minecraft doen. Dit is een horrorspel. Misschien doe ik horrorspellen. Is er natuurlijk ook wel leuk. Oké, die weet ik niet. Ik weet niet wat het is. Oké, maar laten we verder kijken. Ik was blij met deze 2 cirkels. En we gaan nu beginnen. Deze gaat raar. Ja, goed. Ja, nou. Ja, misschien dit uitknippen, want dat... Ja, misschien uitknippen. Want dit willen... Dit, voor mij, dit wil ik letterlijk gewoon niet zien. Dat er iemand de bal gaat halen. Dus misschien uitknippen. Dat is misschien wel het beste. Hey, Tom. Tom is pro, jongens. Maar letterlijk, deze muziek heb ik echt zo vaak gehoord. Holy shit. Alright, Twan is duidelijk een pro. Ik zou zeggen, leuke vid. Hey, een update. Korte samenvatting, mooie banner, mooie logootje, leuke video's, 211 abonnees, gaat de goede kant op en we gaan door naar de volgende kanaal. Dit is de laatste kanaal en dat is Call Me Baby, of Gijs bedoel ik, sorry. Call Me Gijs, of Knul, mag je zelf bedenken wat het is. Vul je banner aan. Het is wel mooi gemaakt, dat wel, met die Call Me Gijs in 1 keer per week een video, is wel tof gemaakt. Maar... Vul je banner gewoon alsjeblieft aan. Leuke foto van jezelf. Dat ik kan zien wie jij bent, weet je. Hetzelfde als bijvoorbeeld... wat ga je spelen bijvoorbeeld? Of wat is je Twitter? Daar kan je hier zo aan klikken. Maar bijvoorbeeld hier zo, weet je. Van als iemand dit bijvoorbeeld per ongeluk niet ziet. What the fuck is dit? Ouwe. Oké, ik vind het wel leuk. Ik ga dit niet doen voor mijn kanaal, maar je hebt letterlijk als thumbnail een plaatje van een gekke ezel. Leuk man, tof. Maar je doet ook dus kanaalbeoordelen. Maar laten we dat even niet doen.
Ik ga even ding op internet, hashtag 5 useless sites. Yo gasten, welkom bij weer een nieuwe video van mij op dit kanaal. Vandaag gaan we weer ding op het internet doen. En vandaag gaan we take me to een useless website. En laten we dan maar meteen beginnen met de video. Oké, laten we dan maar meteen op please klikken. Dan krijg je dus een website die echt gewoon niet nuttig is. Dus laten we dan klikken. En waar gaan we naar naartoe? What do you call? Oh, als ik met mijn muis beweeg, dan komen allemaal kuikentjes. Stel je doet dit, useless sites. Doe dan dit. En dit. Weet je wel, dit. Waar OBS. Doe dat weg. Of editen, of je stelt dat gewoon in. Dat kan. Doe het gewoon. Zodat we zeg maar dit als full screen zien. Dat is wat mooier. Ik erger me niet zoveel aan, maar alsnog, het is wel een mooier beeld, snap je? Dit is Trader Beauty. Voor de rest, deze gast snapt het. Doe je background muziek wat zachter. Hashtag, doe je background muziek wat zachter. Moeten we gewoon neerzetten. In de reacties, of op Twitter, maakt niks uit. Het zou wel leuk zijn, though. Maar, hij snapt het tenminste. Heb je genoten van deze aflevering? Hey, spuugje, hoe is het ermee? Vond je het een leuke kanalenbeoordeling video? Vond je het leuk om mij weer te zien op dit kanaal? Of wil je graag Max weer terugzien op dit kanaal? Laat een... ik moet het anders zeggen. Wil je meer video's van mij zien? Doe een blauw duimpje omhoog. Wil je video's van Max zien? Doe een dislike. Nee joh, vind je dit gewoon een leuke video? Doe natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op Maxi kanaal. Natuurlijk ook niet de kanalen wat ik net heb gegaan. Beoordeeld. En ik ga natuurlijk kijken of jullie mijn tips hebben ontvangen. En dat jullie er wat aan gaan doen. Dat zal echt heel erg mooi zijn. De rest, bedankt Max. Dat je laptop kapot is. Nee hoor, als het weer heel lang gaat duren. Dan upload ik misschien weer een video voor Max. En dames en heren. Je hebt heel vaak eigenlijk gevraagd van, yo Max, wanneer ga je kanalenvideo beoordelen? Wanneer ga je weer kanalen beoordelen? Nou, hier heb je het. I don't know. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie later, gamers. Later!